Dutch Week klinkt ook heel Nederlands, maar is het eigenlijk niet. Het doet altijd gedurende een periode van 4 dagen. Voor die 4 dagen ben je ook voor bedrijfsgroepen wel interessant om naartoe te gaan. We hebben in diverse landen evenementen. En elk evenement willen we een eigen look en feel geven. Rekening houdend met de wensen van het gebied en ook natuurlijk voor de doelgroep. Elk van onze events heeft een eigen sportelement in zich zitten. In Italië organiseren we bijvoorbeeld een slalomwedstrijd. In Gerlos doen we zipfelbobrennen, dat is een sleetjeswedstrijd. Zodra het evenement begint, dan wordt het opeens druk. Op de piste, in de restaurants, in de hotels. Overal zie je mensen vandaan komen. We horen eigenlijk heel vaak terug van een dorp of van een horeca-aangelegenheid dat onze crew ook echt One Happy Family uitstraalt. Dus wie ook ziet, wie ook aanspreekt, eigen crew, artiesten, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Iedereen deelt een gezamenlijke passie en deed gewoon wintersport. Daar doen we het voor, geluksmomenten creëren. Voor onszelf, maar natuurlijk zeker voor onze gasten. We proberen zoveel mogelijk met lokale horeca's en lokale bedrijven in het dorp en gebied samen te werken. Zodat zij ook profijt hebben van het evenement wat we organiseren in hun gebied. Elk event is anders en in samenspraak met de sponsor bepalen we de mogelijkheden en bieden we maatwerk aan. We willen eigenlijk ons gevoel van snow and fun to the max willen we eigenlijk nog meer in Europa gaan neerzetten. We weten dat het werkt, zeker onze trouwe fans, die blijven ons gewoon volgen. En onthouden dat uw passie windsport bij ons bovenaan staat.